België kiezen de meeste gezinnen die een huis kopen voor een hypotheek met een vaste rente. Dit beschermde hen tegen de rentestijging. In ons land zijn het vooral de banken die het renterisico bij woonleningen op zich nemen. Zij gebruiken een deel van de zicht- en spaarrekeningen om langerlopende leningen met vaste rente te financieren. Het verschil tussen wat ze verdienen op die leningen en wat ze betalen aan spaarders noemen we de rentemarge. Die marge stond tijdens de periode van lage rente onder grote druk. De rente die banken kregen op leningen daalde, terwijl de rente op spaarrekeningen al op de benedengrens zat. Die rentemarge is sinds 2022 weer hersteld. De banksector boekte goede resultaten, want de verhoogde rentemarge was meer dan voldoende om de hogere kosten door de inflatie en de vertraging van de kredietverlening te compenseren. De rente op spaarboekjes bleef wel achterop hinken. De Nationale Bank gaf in 2023 herhaaldelijk aan dat banken genoeg financiële marge hadden om die rente op spaarrekeningen geleidelijk verder te verhogen. Maar ze waarschuwden ook voor mogelijke risico's als de wettelijke minimumrente van spaarboekjes zou gekoppeld worden aan de ECB of een andere marktrente. In september tekenden spaarders voor een recordbedrag van bijna 22 miljard in op de staatsbon. Die 22 miljard vertegenwoordigde een belangrijke uitvloei van spaargeld dat gezinnen bij banken aanhouden. Die uitvloei werd door de banken wel goed opgevangen.